Ik heb me laten uitleggen dat het omgekeerd ophangen van de Nederlandse vlag betekent dat je denkt dat het land in nood is. Vroeger, als er een boot op zee water maakte, deden ze dat ook, zodat ze op andere boten konden denken: hé, hey, die boot is in nood, misschien moeten we helpen. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Radio, radar, internet. Ik hoef u de uitvindingen van de laatste honderd jaar niet uit te leggen. Bovendien hebben we amper nog een vissersvloot, de vissen zijn op. De omgekeerde vlag is nu geadopteerd door alle ontevredenen. Het dook op tijdens protesten tegen coronamaatregelen en werd daarna overgenomen door de boeren en mensen die denken dat ze met boeren sympathiseren. Want domheid, kortzichtigheid, eigenbelang en ego egoïsme zijn net zo belangrijk, besmettelijk als een virus. Natuurlijk leven we in een land in nood. De boerburgerbeweging is in de peilingen de tweede partij. Voor Schiphol staan tenten om om vakantiegangers die niet binnen een paar uur gecontroleerd kunnen worden te beschermen tegen de elementen. In Ter Apel zijn er juist geen tenten om vluchtelingen op te vangen. Dat lukt dan weer niet. Op diverse plaatsen wordt de spoedeisende hulp gesloten omdat er een tekort is aan personeel. Ouderen in verpleeghuizen kunnen niet worden gedoucht en sommige terrassen zijn gesloten omdat horecaondernemers die zelf al hun prijzen omhoog hebben gegooid, omdat wij dienen te betalen voor hun gemiste omzet in coronatijd en ze niet meer dan het minimumloon willen betalen voor kutwerk. Ik herhaal Sommige terrassen zijn gesloten. En het wordt nog veel erger. Natuurlijk is dit land in nood. Maar het gekke is dat de mensen die hun vlag ondersteboven hangen niet willen bijdragen aan een oplossing. Integendeel, als je doet wat zij willen, wordt het probleem alleen maar erger. Ze zijn tegen, ze zijn het er niet mee eens en ze hebben de omstandigheden eindelijk het idee dat ze niet alleen zijn. Ze rijden rond en constateren heel veel omgekeerde vlaggen en dat vervult ze met een gevoel van trots. Er zijn er ook die tientallen vlaggen ophangen en daarna tevreden constateren dat er wel heel veel mensen hetzelfde denken als ze zelf doen. Ik wil ze niet allemaal over één kam scheren. Natuurlijk niet. Dat mogen alleen mensen met een omgekeerde vlag aan hun gevel doen. Maar durf toch wel te constateren dat als we de mensen met een omgekeerde vlag en de mensen zonder omgekeerde vlag een CITO-toets voorleggen. dat de mensen zonder omgekeerde vlag beter scoren. Dat is precies wat ze dwars zit: ze voelen zich buitengesloten, ze hebben het idee dat ze niet mee mogen praten. En dat is ook zo. Besluitvorming verloopt nu eenmaal soepeler als je bereid bent om ook met de belangen van anderen rekening te, te houden. Er is een reden waarom jullie geen macht hebben. Inmiddels is er ook een groep die het omgekeerd ophangen van de Nederlandse vlag een belediging vindt, omdat de Nederlandse vlag voor hen heilig is. Zij zijn omgekeerd hetzelfde. Het zijn twee plastic eenden uit dezelfde fabriek. Hang voorlopig maar geen vlag op, luisteraard. Alles is een statement en als we in dit land momenteel ergens geen behoefte aan hebben, dan is het aan uw mening. Verwerk alle ontwikkelingen maar even in stilte en reageer u af in het voetbalstadion, het buitenland of op een bekende Nederlander. Of ga naar de Efteling. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.